Ballen, ballen, paasje, ei, koerij. Zondag is het zondag en dan vieren wij. Wat doe je met de Pasen? Weet ik veel. Nee, maar omdat u van de Partij van de Dieren bent en er gewoon miljarden eitjes worden opgevreten, wat ook leuke gezellige kippetjes hadden kunnen zijn. Ja, en waarvan alle broertjes levend zijn vergast of versnipperd. Ja, precies. Dus Pasen is eigenlijk een soort dierengenocide. Ja. Mijn eieren, ik probeer ieder jaar die wel zelf ook een paar te verven. Hè? Ik bedoel, ben er niet goed in, maar probeer dat wel met kleurtjes en... Leuk. En, vind ik hartstikke leuk. Vind ik ook creatieve echt, man toch, hè? Ja, maar dat lukt me meestal niet zo. Maar ik doe het toch. Tegen het hardgekookte aan. Echt? Ja, lekker, hè? Niet zoals Diederik Samson, een zachtgekookt ei. Nee, daar hou ik niet van. Voel je dan niet eens, hè, als je dan in je eentje zo aan het paasontbijt zit? Ja. Nee, het paasontbijt, dat breng ik door bij mijn familie. Oh, jee. Goed, hè? En wat gaan jullie doen dan? Paasontbijten. Weet je dat nou? Ja. Vrijgezelle dames van Nederland, als jullie volgend jaar lekker een eitje willen eten met Klaas Dijkhoff van de VVD, dan kan je je aanmelden bij Poont en dan sturen wij door naar Klaas. Dan hoeft Klaas niet eens eentje Pasen te vieren. Nou, is toch leuk? Misschien als je het niet zo deprimerend in de camera doet, die oproep, dat het nog enigszins effect zou hebben. Maar je staat er ook echt weer bij alsof je er zelf ook al denkt, dit is hopeloos. Is er niet een van de leuke kerel die de eitjes wil koken van Fleur? Nog steeds niet? Nou, iemand wil toch die heerlijke eitjes wel van je koken? Nou ja, kennelijk niet. Ja, dat is een familietraditie dus. Ja, dat is bij iedereen familietraditie. Nou ja. Maar wat doen jullie? Wat gaan jullie doen? Nou, eten. Ja, eieren waarschijnlijk. Maar hoe? Is er een speciale traditie? Gaan jullie rare eieren zoeken of zo? Wat vindt u eigenlijk van die paashaas die zomaar ieder jaar hier dat land komt binnenstuiteren? Ja. Met zijn bruine kop. Heeft hij een verblijfsvergunning? Nou, dat vraag ik me af. Nou ja, dat moeten we toch eens even uitzoeken. We gaan naar mijn moeder. Jeetje. Ja, zo wel. En vervolgens, die maakt dan allemaal lekkere dingen. Lekkere dingen. En dat eten we met z'n allen op. Opeten. En daarna gaat ieder weer zijn weg. God, wat een leuke dag. Jezus.